Goeiedag. Ja, de komende dagen is het aangenaam, maar hebben we te maken met groeizaam weer. Het is dus onstabiel. Nou, dat komt best goed uit voor de natuur, want de agrariërs die snakken ondertussen wel naar een slok water. Nou, een woensdagavond was er sprake van een fraaie zonsondergang. Ik heb een timelapse gemaakt vanuit de weerkamer in Barendrecht en dan zie je toch heel mooi die zonkopje ondergaan. Nou, als we kijken naar de komende nacht, heb de bewolking de overhand. Er kan nog een bui voorkomen. Tegen de ochtend neemt de kans op regen vanuit het zuiden toe. De temperatuur die komt uit op ongeveer 12 graden, dus een heel stuk zachter dan de afgelopen nachten. En er staat niet al te veel wind. Ja, en dan vrijdag passeert in de ochtend een storing van zuid naar noord met enige regen. In de middag komt dan de zon af en toe tevoorschijn. Bestaat er nog kans op een bui, misschien wel met een donderklap. Het wordt ongeveer een graad of 18. En de wind waait matig, ja, die komt erbij dan uit het zuidwesten. Op zaterdag hebben we te maken met af en toe zon. Verspreid over de regio een paar buien. Een temperatuur van een graad of 18. Zondag dan zien we een wisselende bewolking terug. De dag begint wel droog, maar met name in de middag passeert een storing vanuit het westen met een enkele bui. Ook dan een graad of 18. Ja, en dan pas maandag en dinsdag dan twee echt droge dagen met geregeld de zon erbij. Ja, en dinsdag kan het dan alweer 21 graden worden. Ik wens je een fantastische dag en graag tot de volgende keer.